Hey jongens van Shadowgames23, ik ben Ronald en vandaag hebben jullie een nieuwe aflevering van Ronald speelt Minecraft. En ja, vandaag gaan wij alweer, jawel, jawel, ik weet het. Verder aan de Tower of Power, het ding is nog helemaal lang niet klaar. Maar ja, het balkon dat begint al wel enorm te lijken, zeg maar. Daar gaan we vandaag, oh nee, dat balkon was al af. Ja, dat balkon is al af. We gaan denk ik vandaag beginnen met de dak of zo, ik weet niet wat we allemaal gaan doen. Maar ja, ik ga jullie denk ik eerst het balkon maar eens even laten zien. Als jullie, by the way, background noise horen, dan komt het omdat hier wat schilders actief zijn in en rond het huis. Dus ja, kan er niks aan doen. Oh ja, by the way, ik heb ook lekker veel netherbrick gemeen, zodat we lekker bezig kunnen hier. Dus ja, ik moet ook nog even wat glas gaan smelten. Of wat zand gaan smelten in het glas. Laat eerst maar eens even wat extra netherwall vormen. Want dan kan dat ondertussen allemaal al groeien terwijl ik bezig ben aan mijn toren van macht. Eens even kijken. En oh ja, veel mensen die zeiden van wie de fuck is Puzzles Junior? Maar Puzzles Junior is een redelijk bekende Amerikaanse YouTuber. Doet van die adventure maps van Facts. Heeft Minecraft de tutorial serie. Zoek het maar gewoon op Puzzles Junior. Dus ja, het is echt toffe. Een toffe appel is het gewoon. Zo, kijk eens aan. We hebben zelfs nog wat nether wart over. Dat is helemaal mooi. Even kijken, heb ik nog? Nee, moet ik even in de chest beneden dumpen. Dus even kijken, laten we wel even alvast wat torches hier plaatsen. Oké, daar is alleen. Dus even kijken, goed, dump. Nou, dan ga ik jullie het balkon maar eens even laten zien wat ik ervan heb gemaakt. Oh ja, dit moet ook nog even zo meteen. Straks is maar eens even wat wood gaan kappen. Nou, zo is het dus. Er komt allemaal glowstone in en zo. Dus ja, het ziet allemaal wel episch uit, denk ik. Dus ja, het loopt ook gewoon die kant langs. Het is niet echt heel erg boeiend, maar ja, het is best wel leuk. Dus even kijken, ik denk dat we eerst eens even gaan slapen. Dan gaan we wat wood kappen en ja, dan gaan we wat andere zooi doen allemaal, denk ik. Dus even kijken, dan maak ik alvast even een bijl. Gewoon even van iron. Even van iron. Dus even kijken. Hup, hup, hup. Ga slapen jij. Nou, die span ik waarschijnlijk weer buiten. Dat stomme ding. Dat zal me niet verbazen. Jee, ik had gelijk. Maar gelukkig heb ik hier een geheime ingang. Dus even kijken. Goed. Hebben we zand hier? Sandstone hebben we wel. Oeh, emeralds. Even kijken. Oh ja, diamond sword. Oké. Nou, dan pakken we die er even bij zo. Geen sandstone dus. Of geen sand. Oké, dat is wel prut. Nou, dan gaan we eerst maar eens even naar huis. Gaan we daar eens even zand koken en alles. Of dat nemen we hier mee naartoe. I don't know. En wel, ja, nou dan gaan we maar een beetje wat werk doen met dat ding. Ik denk dat we nog wat werk gaan doen aan de Netherwood Farm. Ik denk dat we nog wat werk gaan doen aan het dak. Aan dat het pilaar ding, zeg maar, het traphuis. We gaan gewoon even kijken. We gaan niet echt iets major, very importants doen vandaag. Nee, we gaan gewoon even wat overige shizzle de menizzle doen. Oké, mijn dieren die zijn hier nog mooi. Hallo. Ja, hallo. Zijn jullie leuk? Eens even kijken zo. Goed. Even kijken. Zand hebben we hier beneden, als het goed is. Hopelijk heb ik nog zand. Of heb ik alles toen in sandstone gemaakt? Nou, we zullen zelf alles merken. Planten en stuff, sand en stuff. Ja, oké. Okay. Wacht, heb ik hier niet nog ergens glas liggen? Of heb ik dat hier niet meer? Ik zou toch zweren dat ik... Nee. Heb ik niet meer. Oké. Okay. Even koken in mijn furnace room. Ja, die was er niet meer. Moet nog opnieuw mijnen. Wel geweldig. Moeten we het boven maar gaan koken. Hopelijk zit er kool in die furnace. I don't know. Zo. Ik ga het glas denk ik in de volgende aflevering doen. Als we daar vandaag niet meer aan toe komen. Dus even kijken. Kool. Ja, oh mijn god. Mijn kool, dat raakt ook een beetje op. We moeten binnenkort ook maar weer eens mijnen. Want nee, ik wil wat name tags. En ik ga binnenkort dus ook op zoek naar een paard en alles. Maar we gaan binnenkort eerst maar eens op zoek naar die desert temple. En die dungeons en al die shizzle. Even kijken. Oh, kijk. Oh, er zit allemaal glas in hier. Goh, kijk nou. Dat is fijn. Dan nemen we dat mee alvast. Dit hoef ik niet allemaal. Zo. Verspreid het over twee furnaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zo. Ik neem dit wel mee, want nou ja, weet nog wanneer het handig is. Nou ja, we hebben dus al in ieder geval glas. Kunnen we daar in ieder geval wat mee doen vandaag? Eens even kijken. Nee, ik neem geen beest mee. Die zeuren alleen maar. Eens even kijken. Maar ja, want dat is zeg maar het voortraject van de paardenzoektocht. Want nou, we moeten eerst name tags en zadels en al die shizzle hebben. Ik heb wel zadels, alleen ik heb geen name tags. Ik heb geen, ik kan ook wel een leech craften. Maar ik wil ook armor voor mijn paard en al die rotsen. Dus ik moet
eerst maar eens even die dungeons en zo gaan bekijken voordat ik echt met mijn paard aan de gang ga. En als jullie beiden weer dan een leuke naam hebben voor die paard alvast, laat het even achter in de comments. Want nou ja, dan heb ik daar misschien al wat vast aan. Maar goed, het hoeft niet echt hoor. Maar ja, als je een leuke naam hebt of zo, dan kun je hem altijd achterlaten. Eens even kijken, goed. Ik kan dus wel een klein dak daarna gaan kijken. Schrijf hem anders op en plaats hem dan in de reactie wanneer we echt gaan zoeken voor een naam voor het paard. En dan is dat gewoon een bepaalde aflevering of een tussenaflevering. I don't know. Eens even kijken. Ook maar, ik moet ook maar weer eens even wat gaan farmen, want dat is ook niet echt joho daar zo. Joho daar zo. Lalalala. Kijk, ik weet dat dit groeit, dus dan plaats ik het maar gewoon hier zo allemaal. Oké, nou. Alrighty then. Crafting bench. Hoe werkt dit? Oh ja, zo hè. Fijn, niet genoeg. Nou, hier heb ik lang niet genoeg aan. Ik denk dat ik maar genoeg heb voor één zo'n kamer. Nou ja, ach. Kun je niet altijd alles hebben. Die background noise is echt vervelend, die stom schilders. Ik snap niet wat dat volk hier allemaal moet. Ze knappen een jaar onze woning niet op. Want nou ja, we hebben een huurwoning. Kut zo. En volgens komen ze aan zo van... Hey man, wij gaan dus even dit verven hier. En dan heb ik zo van, ja, wat de fuck is met jullie? Jullie hebben een maand, wat jaren hier niks aan gedaan. Dan gaan jullie nou niks zeggen, oh, we gaan hier even verven. Ja, hallo, zo werkt het hier niet. Dus kijk, ik wou hier van die stairs maken, maar ik denk dat ik dat maar niet doe. Dat plafond. Oké, okay, gaan we dat eerst maar doen. Oké. Okay. Zo hebben we lekker veel. Woed. Oké. Het is een lekkere hoge verdieping dit, maar dat is ook wel logisch. Want dat moet ook wel. Eens even kijken, goed. Dit wil ik eigenlijk wel anders hebben. Kan dit niet anders? Ik wil dit anders hebben. Als we dan even... stairs van maken, zou dat dan... beter staan? Oh, wacht op. Ja, dan moet hij ook eigenlijk versterzen. Tik. En ploep. Kijk eens aan. Is dit misschien dan... Nee, dit is niks. Dit is niks. Nou, pakken we maar gewoon de voeten weer bij. Klunk. Oké. Nou, eens even kijken. Wat gaan we nog meer doen? Ik ga maar eens bouwen aan de bovenverdieping. Ja, dat gaan we doen. Oh, wacht. Ik wil eerst even dit doen. Klunk. Oké. Zo, dat is dan de ingang, zeg maar. Even kijken. Goed. Nou, met de brek. Let's go. Boven lopen. Boven. Oké, goed. Wel, eens even kijken. Hier komt nu het dak op. Want dit is nu 2 verdiepingen hoog. Hier komen nog 2 verdiepingen op, dat het echt een toren lijkt. En dit wordt zeg maar zo'n schuinlopend dak. Dus wat we moeten doen, is dit moet... Oh, kut, sorry. Dit moet eerst hier. Dus... ja, dan gaan we maar gewoon eens bouwen zo. Er komen geen ramen in. Want, nou ja, dit moet eerst hoog gebouwd worden namelijk. Oké. Misschien komt er een zolder in of zo. I don't know. Zie je dan wel. Eens even kijken. Zo. Hier komt dus een puntdak. Misschien ga ik daar een storage maken. Dat weet ik niet. Dat kunnen we altijd nog beslissen. Nou, haak er vanaf hoe groot het gaat worden. Want nou, het gaat meteen omhoog, zeg maar. Vanaf de grond. Dus ja. Eens even kijken. Zo. Het lijkt nu heel lelijk, maar... ik kan hier verder niet iets met ramen gaan doen of zo. Voordat ik het helemaal heb gemaakt. Snap je? Ik kan het misschien beter gewoon op gaan bouwen, maar ja, dit is ook weer even handig zo. Oké, goed, nou moeten we daar dus mee aan de gang. Even kijken, moeten we eerst even stairs maken. Hoog toren, wat dit echt niet normaal gewoon. Dat is nog niet genoeg. Hup. Dat is wel genoeg, denk ik zo. Eens even kijken. Ik denk het haast niet, maar dan dat zien we dan wel. Even kijken zo. Kijk, dit is leuk. Oké. Kijk, die wil ik het... ja, zal ik er nog één laag op doen? Ik denk wel dat ik dat doe. Want nou, dan kunnen we er in ieder geval sowieso iets van een storage unit van maken. Storage Wars! Nee, oké. Eens even kijken. Oké. Jullie hebben die laden zo niet goed van. Jezus, wat een herrie. Hup. Het moet daar tegenaan lopen, dus. Zo.
Ja. Hoe gaan wij dit? Ja, zo dan, denk ik. Holy kut. Nee, dat moet niet zo. Zo. Ik doe de andere kant ook wel off camera, maar ik wil deze kant wil ik even een beetje aan jullie laten zien van hoe ik het design ga toepassen, zeg maar. God, stop ding ook. Oké. Meen ik allemaal wel weg hoor. Kijk zo. Maar het is even belangrijk. Zo, dit gaat gewoon recht omhoog. Zo. Even zien hoe hoog dit wordt. En daarvan ga ik nog heel veel verdieping die bovenop houden. Het moet echt een icoon worden. Er komen ook allemaal, alles wat met potions en magie te maken heeft in Minecraft, dat komt hierin. Dus ik maak gewoon wat storage units voor shizzle. Er komt hier een apartheidkamer voor de netherportal. Er komt een. Twee kerkers komen beneden. Er komt een zombie Pikmin boerderij of zoiets. Ik weet niet. Zien we dat allemaal wel. Even kijken. Dat is niet genoeg, oké. Dit was echt mijn. Het wordt echt heel hoog. Echt, het wordt gigantisch. Kijk, want dit wordt nog helemaal zo. Dus ik denk dat ik nog vijf verdiepingen bovenop moet maken. Nou, dan doe ik dat. Het wordt een toren. Het wordt een toren van macht. Het gaat mijn macht uitstralen. En afhankelijk dat ik heel veel macht heb. Of nou ja, afhankelijk. Nee, ik heb gewoon heel veel macht. Dus dan moet de toren ook heel hoog worden. Even kijken. We hebben dus heel veel sterren nodig. Oké. Zo, even mooi 11. Klunk, oké, zo. Weer 44, oké. Hoe we daar nog bovenop moeten komen, het is wel een eind lopen, dat wel, maar oké. Ach ja. Doe je niks aan? Even kijken. Building. Blok dingen. Kijk, nu kan ik hier gewoon zo naar boven weer. Oké. Klunk, klunk. Dit weghalen zo. Oké, dan. En natuurlijk ga ik daar bovenop nog een keer een huisje maken. Een boomhuis, boomhut. Maar dat doen we later wel een keer. Oké. Ja. Misschien vinden jullie dat wel niet zo heel leuk. Maar als het inrichten eenmaal gaat gebeuren, jongens, dat wordt gewoon zo fucking cool gewoon. Het wordt gewoon een villa eigenlijk. Het wordt een tower of power wordt het. Even kijken, dit moet wel even omhoog gebouwd worden nu. Geen idee hoeveel verdiepingen erop gaan komen, maar dat zien jullie dan wel. Kijk, zo jongens, kijk nou zo wordt het dan dus, zo hoog. Dus, ik weet niet hoeveel verdiepingen dat zijn, maar dat zien we dan wel. Er moet dus echt heel veel gebeuren. Ik zou ook heel veel off-camera gaan werken, bijvoorbeeld. De andere kant zou ik compleet off-camera gaan doen. En ik kan niet cheaten, want ik heb cheats uitstaan. Dus ik zal die andere kant helemaal off-camera gaan maken. De muren zal ik off-camera gaan doen, eigenlijk. Maar ik wilde even dit jullie laten zien van wat voor design ik nou eigenlijk in de planning heb. Maar jongens, ik ga denk ik hierbij laten. Ik ga eerst nog even eten en even slapen. Dat het in ieder geval dag wordt. By the way, jongens, ik ga by the way ook dit zwaard met mijn andere zwaard samenvoegen. Ik sharpness 5, fire respect 3, 4 of zo. Dat wordt echt OP. Dus even kijken, slapen zo. Ik ga ook wel een keer echt werken aan Diamond Armor. Alleen ik heb er nou niet echt behoefte aan, omdat ik, nou ja, ik ben niet echt nu aan het vechten en alles. Ik zit gewoon een beetje bij mijn torentje te bouwen. Dus even kijken. Maar goed, jongens, ik ga het hierbij laten voor vandaag. Tot de volgende keer allemaal. Like de video nog even. Abonneer ook nog even als je meteen even bezig bent. En wel volg me ook even op Twitter, @ShadowGames23. Dat is echt heel belangrijk. Daar zie je alle updates over ShadowGames23. En wel, ja, ook personal shit natuurlijk. Maar goed, dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.